Hier wordt volop gewerkt aan de herbouw van een school. Dat is opvallend, want door de kou zijn veel bouwbedrijven in de provincie met vorst verlet. Van de FNV mogen werknemers om vervangend werk vragen of zelfs naar huis als het te koud wordt. Maar daar zit niet iedereen op te wachten. Kijk, iedereen zeurt over, het is crisis en vervolgens komen ze op de bouw. Maar het is toch een beetje koud. Jongens, laten we eerst de baas gaan bellen dat het een beetje veel te koud is. We gaan lekker naar huis toe. En dan vervolgens, als ze zo meteen 10 maanden ontslag krijgt, dan zeggen ze ja, maar dan hebben ze een hoop commentaar. Als de gevoelstemperatuur onder de -6 graden komt, mogen bouwvakkers met vorst verlet. Maar er zijn manieren om warm te blijven. Door te hakken, door dingen te doen, te tillen. Ja, als ik het koud krijg, doe ik mijn raampje dicht en dan heb ik het op zich wel warm. Gewoon in één keer doorgaan, weinig pauze. Gewoon gaan. Toch wil de FNV dat mensen die buiten of in open ruimtes werken de mogelijkheid hebben om met vorst verlet te gaan. Iedereen stelt zijn eigen grens op en je moet een beetje op eigen gevoel afgaan, denk ik. Als je het echt te koud hebt, dan moet je gewoon wat eerder gaan schaften, inderdaad. De aannemer wil natuurlijk het liefst dat er gewoon wordt doorgewerkt. Geen slavendrijven, want als het echt heel koud is en na een uur, we gaan er eventjes een bakje koffie drinken, even weer warm worden, kun je wel lekker tegen. Als je door kan werken, waarom zou je dan niet doorwerken? En daar is deze medewerker het mee eens. We hebben net 14 dagen vrij gehad, ik vind het leuk geweest.